Hallo, leuk en welkom dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van 10. Mijn naam is Bas van het kanaal Jeukvogel en ik doe dit omdat Jesper geen zin had. Hij haat jullie. Vandaag de 10 wetten die je elke dag breekt. 10. Dakloze mensen eten geven. In 2014 werd veteraan Arnold Abbott samen met twee leden van zijn kerk opgepakt door de politie van Fort Lauderdale in Florida omdat hij daklozen te eten gaf. Er bleken nieuwe wetten zijn doorgevoerd waardoor Abbott niet meer mocht doen wat hij al 23 jaar lang dag in dag uit deed. Er stond hem zelfs een celstraf van 60 dagen of een boete van $500 te wachten. Er ontstond veel ophef over zijn aanhouding en op basis daarvan werd de wet tijdelijk opgeheven en vervielen de aanklachten tegen hem. 9. Het streamen van films. In 2014 was de app Popcorn Time al 1,4 miljoen keer gedownload, ondanks de waarschuwing van de website zelf dat het illegaal was om te gebruiken. De overheden van Groot-Brittannië, Israël en Denemarken hebben de website laten blokkeren in hun landen omdat deze in strijd zou zijn met de copyright-wetgeving. In 2015 stonden twee mannen voor de rechter omdat ze een website beheerden waarop een uitgebreide Popcorn Time handleiding stond zonder dat ze überhaupt verwezen naar de app. In Amerika klaagden de makers van de film The Gobbler 11 mensen aan omdat ze hen verdachten van het illegaal streamen van de film. 8. In het bezit zijn van een watervaste stift. In 2010 voerden een Amerikaanse docenten een burgerarrest uit op een leerling van 13. Hij schreef namelijk met een watervaste stift op een vel papier. Nadat de politie de stift in beslag had genomen, werd hij overgeplaatst naar een jeugdgevangenis. De lerares verantwoordde haar actie door een wet te citeren. Namelijk een wet in Oklahoma die graffiti probeert tegen te gaan door bijvoorbeeld watervaste stiften te verbieden. Kinderen onder de 18 zijn in verschillende steden strafbaar als ze die stiften alleen al kopen. 7. Scheten laten. In 2008 kreeg José Cruz uit West Virginia een aanklacht aan zijn broek omdat hij zogenaamd een scheet had gelaten en deze in de richting van een agent had gewuifd. In de cel vanwege dronken rijden gaf hij aan dat zijn scheet geen aanval naar de agent was, maar slechts het resultaat van zijn maagklachten. In hetzelfde jaar werd een 12-jarig jochie opgepakt toen hij expres een scheet liet om zijn klas te verstoren. 6. Schoolvakantie. In 2013 werden er strikte nieuwe regels ingesteld in Groot-Brittannië om te voorkomen dat ouders hun kinderen tijdens schoolweken op vakantie nemen. Aan de hand van deze wet krijgen ouders een boete van minimaal £87 per dag als ze op vakantie gaan buiten de daarvoor bestemde vakantieperiodes en zonder toestemming van de school. Betalen ze niet, dan loopt de boete op tot maximaal £3600 of een celstraf van 3 maanden. Een koppel dat hun kinderen meenam naar Australië voor vakantie kreeg een strafblad toen ze terugkwamen omdat ze de boete niet wilden betalen. 5. Verbinden met open wifi-netwerken. In 2007 verbond Sam Peterson zijn laptop iedere dag aan een open wifi-netwerk van een café om zijn e-mail te checken. Hij werd opgepakt op basis van de wet die het verbiedt om gebruik te maken van netwerken die zijn bedoeld voor betalende klanten. Zijn straf kon oplopen tot 5 jaar in de bak of een boete van $10.000. Gelukkig werd hij verminderd omdat hij zich niet bewust was van dit strafbare feit. 4. Schelden in een bus. In 2010 kreeg Terry Duncan een boete van $500 voor het schelden in een bus in Milwaukee. Hij kreeg ook een eervolle vermelding op de voorpagina van de krant. Hij gebruikte twee Engelse scheldwoorden die begonnen met de letter F en S tijdens een telefoongesprek. Hij was zich er niet van bewust dat het niet mocht. Een politieagent hoorde hem schelden en gaf hem de boete toen hij uitstapte. 3. Het schrijven van schokkende teksten. Alan Lee, een 18-jarige student in Chicago, werd in 2007 opgepakt voor baldadig gedrag. De reden hiervoor was dat hij een opstel had geschreven dat zijn docent schokkend vond. Ze had de opdracht gegeven om zonder beperkingen te schrijven wat op dat moment in hen opkwam. Lee werd voorgeleid, maar de aanklager vond dat de topstudenten niet gestraft hoefden te worden en liet de aanklacht vallen. 2. Wedden met vrienden. Dr. Colossi sloot een weddenschap af met een vriend voor $50 op een voetbalwedstrijd. Undercoveragent David Baucom hoorde dit gebeuren. Baucom werd vrienden met Colossi en moedigde hem in de maanden daarna aan om meer dan $2000 te wedden op één wedstrijd. Hiermee ging Colossi een grens over die gesteld is om weddenschappen strafbaar te maken. Baucom stuurde een arrestatieteam naar zijn huis, maar de operatie ging mis. Dr. Colossi werd dodelijk getroffen in zijn borst. 1. Sodomie. In 2003 werd sodomie, tegen natuurlijke seksuele handelingen, niet meer strafbaar verklaard door het Hoger Gerechtshof in de VS. Hierdoor werden orale en anale seks legaal. Desondanks hebben 13 staten nog steeds wetten tegen sodomie. Officieel kan iemand niet meer voor sodomie vervolgd worden, maar toch gebeurt het nog dagelijks. Zo werd William McDonald in 2005 vervolgd voor sodomie met twee vrouwen. Ondanks dat de vrouwen boven de 18 waren, werd hij veroordeeld tot 20 jaar celstraf en werd hij geregistreerd als seksmisdadiger. En dit blijft hem de rest van zijn leven achtervolgen. De 10 gekste wetten over de hele wereld. Ben jij nou benieuwd naar deze video? Klik dan op de oplichtende video op je scherm, linksboven in de infocard of op het linkje in de videobeschrijving.
En als je dan toch in de videobeschrijving bent, abonneer dan direct even op mijn kanaal. Jeukvogel. Tot ziens. Oh ja, en geen zorgen. Jesper is de volgende week gewoon weer zelf.